1-1 tegen NAC. Kun je daar blij mee zijn of zat er meer in vanavond? Nou, ik ben er niet blij mee. Kun je er iets over zeggen? Ja, het is toch een beladen wedstrijd die je heel graag wil winnen. En als je zo weinig weggeeft, dan moet je hem gewoon winnen, vind ik. Hadden jullie spanning in het begin? Wat was de verklaring voor die eerste 20, 25 minuten waarin het eigenlijk niet zo lekker liep bij jullie? Nou, ik denk dat het toch in zo'n wedstrijd een beetje aftasten is soms. Even over en weer veel balverlies denk ik in de eerste periode. En dan weet je dat je gewoon die periode even goed door moet komen. En dat hebben we gelukkig gedaan. En dan maken we voor rust denk ik een goed doelpunt. Ja, een beetje geluk natuurlijk, maar... Jij was dolblij, zag ik. Ja, maar dat ben ik altijd. Maar nu natuurlijk wel een beetje extra. Maar goed, in de laatste 10 minuten van de eerste helft dat we goed spel speelden. En die lijn moest eigenlijk doortrekken in de tweede helft, maar dat is niet echt gelukt helaas. Over die tegengoal, een beetje klungelig kwam het over. Ja, dat was het ook. Er wordt een bal laag voorgegeven geloof ik en een van onze spelers wil hem wegspelen. En die raakt hem verkeerd en hij komt zo in de voeten van de spits van NAC. En die schiet hem knap langs me, want ik denk dat ik wel goed opvloog om het zo breed mogelijk te maken. Maar doelpunt tegen helaas. 1-1 is dan de uitslag. Je wil meer, maar is het een terechte uitslag? Ik denk dat je dat goed zegt. Zo, het was aan de ene kant denk ik wel een terechte uitslag. Omdat er over en weer denk ik weinig doelkansen waren. Maar je baalt natuurlijk wel van dit is gewoon een wedstrijd die je heel graag wil winnen. Ik heb overigens een hele lieve jongen, maar ik zag na afloop een andere Matthijs Brandenhorst. Wat gebeurde er op het veld? Ja, ik vond het eigenlijk allemaal wel meevallen. Ik ben natuurlijk buiten het veld wel een andere jongen dan binnen het veld. Een speler van ons werd volgens mij aangevallen. En ik wilde hem heel graag beschermen. En toen werd ik tegengehouden door een paar gasten van de tegenpartij. En het gebeurde allemaal heel veel dingen op een hele korte tijd. Dus ik weet ook niet goed meer wat er allemaal gebeurd is. Maar het was over en weer een beetje duwen en verder allemaal niet zo'n big deal. Het was niet nodig denk je achteraf of was het wel nodig? Nou, ik denk dat als er een speler van jouw team wordt aangevallen, dan moet je hem gewoon beschermen. En dus het was denk ik wel nodig. Ja.